Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snatert heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan plonst, dan duikt hij en dan zwemt hij wat voor hem. Spitter, pieter, pater, lekker in het water. Ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Spitter, pieter, pater, lekker in het water. Ga maar vast naar huis, hij komt een druppel later. Ja, binnen. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. En vertel eens, wat is er aan de hand? We hebben zojuist illegale immigranten gearresteerd, meneer. Oh, hoeveel? Het zijn er 6. Ze zeggen dat ze via de rivier over de grens gekomen zijn, meneer. Kwamen ze over de rivier, adjudant? En zijn zij dan nog in leven? Huh? Oh. Dan hebben ze wel geluk gehad. Oké, breng ze allemaal hierheen. Ik zal ze zelf ondervragen. Je kunt gaan. Ai! Wel, heren. Ik zou graag van u willen weten waarom u binnengedrongen bent in Breed Rietland. Nou, voor u zijn we misschien indringers, dat is begrijpelijk. Maar eigenlijk zijn we vluchtelingen uit ons eigen land. U praat als een legerofficier. Ik ben kolonel Rangpang, generaal Brul. Aha, en hoe weet u hoe ik heet? Nou, u bent toch al beroemd. Werkelijk? Maar waarom bent u eigenlijk uit uw land gevlucht, kolonel? Een zekere Dolf wil de politieke macht in ons land overnemen. Wij hadden daar bezwaar tegen en werden door hem gearresteerd. En zijn uit de gevangenis ontsnapt. Is dat zo? Dat er iets dergelijks aan de hand was in uw land, wist ik nog niet. En als dat waar is, dan moeten we er iets aan gaan doen, vind ik. Wij moeten zelf iets doen om dat probleem in ons land op te lossen, generaal. Dat spreekt vanzelf. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als wij toestemming konden krijgen om een tijdje in dit land te blijven. Die beslissing kan ik niet nemen. Ik kan er wel voor zorgen dat u een gesprek krijgt met zijn majesteit. Graag, alstublieft. Wat is er trouwens met jullie koning gebeurd? Want die is natuurlijk een obstakel voor deze man, hè? Die Dolf kan die koning natuurlijk niet naast zich dulden. Word ik geëxecuteerd, minister? Nee, majesteit, u wordt waarschijnlijk afgezet. Hoe lang duurt het om dit paleis op te knappen? Hep-hep. Ongeveer een week, president. We zullen alles doen wat we kunnen om het hier naar uw smaak te veranderen. Ik heb een geschikte plek nodig om te werken. Wil je zo snel mogelijk beginnen? Zeker, president. Is dat nou Dolf? Ja, majesteit. Oh. Zeg het maar. Wat wil je dat ik doe, Dolf? Doe maar wat u wilt, majesteit. U kunt hier alleen niet meer wonen. Dat is het enige. Maar waar moet ik dan vanaf nu slapen, Dolf? Waar u maar wilt eigenlijk.
En ga jij dan hier wonen en eten en slapen en zo, Dolf? Ja, de nieuwe regering van ons land zal dit paleis gaan gebruiken. En vanzelfsprekend ga ik dus ook hier wonen. Ja, dit paleis is wel bouwvallig, hoor. Was jij je handen met warm water? Huh? Want dan moet je erg oppassen. Er kan namelijk opeens heet water uit de kraan komen en voordat je het weet verbrand je je. Wat is hier zo grappig? Niets, majesteit, maar bedankt voor uw advies. Ik denk dat ik me nu terugtrek. Er ligt namelijk ontzettend veel politiek werk op mij te wachten. Kan iemand de koning uit het kasteel laten? Ik wijs u de weg naar buiten, majesteit. Oh, dat is helemaal niet nodig. Ik weet hier de weg. Maar buiten het kasteel zal dat een groot probleem zijn. Dolf de Eerste. Vanaf vandaag ben ik de keizer. Wat is er? Is die kapot? Jawel. Het spijt me, majesteit. Dit gaat zeker een half uur duren, hoor. Nou, niks aan te doen. Vind jij dat wij naar Breedrietland moeten gaan? Kunnen we dan ook nog ergens anders naartoe gaan? Nee, mijn vader is een neef van de vader van de koning van dat land. Misschien kunnen we hem vragen om ons te helpen. De zon gaat onder. We zijn nu niet ver meer van de grens verwijderd. Nou, het is een beetje pijnlijk om dit nu te zeggen, maar... Wat? Ik denk dat ik veel serieuzer over de politiek had moeten nadenken... in plaats van alsmaar in het bad te gaan. Het is waarschijnlijk mijn eigen schuld dat zo iemand als Dolf de kans gekregen heeft het over te nemen. Majesteit. Ik ben geen koning meer. Je hoeft me niet meer zo te noemen. Wat ik maar niet kan begrijpen is waarom Dolf plotseling zoveel macht heeft kunnen krijgen. Dat is nogal duidelijk, Alfred. Hij heeft gebruik gemaakt van de recente sociale onvrede. Men kreeg weer hoop door zijn strijd tegen de werkloosheid en de inflatie. Hij is een uitstekend spreker. Maar dan hebben ze niet door dat ze voor de gek worden gehouden. Dolf geeft geen klap om die mensen. Als hij echte macht in handen krijgt, zal dat geweldige... Middag, heren. Hebt u misschien al een plan bedacht om Dolf uit het land te verdrijven? Nee, wij kunnen op het moment niks bedenken. Ah, jammer. Tussen haakjes, zijne majesteit wil jullie spreken in het koninklijk paleis. Ik heb gevraagd om ze hierheen te brengen, dus ze kunnen er elk moment zijn. Ik heb gehoord dat Poen en Rangpang gevangen gezet waren door Dolf. Hoe hebben ze dan kunnen ontsnappen? Ja, ze zeggen dat een zekere Alfred hem geholpen heeft. Alfred? Ken jij die dan, die Alfred? Ja, die ken ik. Jonkheer Poen van Kalekoen en kolonel Rangpang uit Grootwaterland zijn er. Daar zijn ze. Kijk, jonkheer, daar is onze koning ook. Ik geloof mijn ogen niet. U kunt nu naar binnen gaan, heren. Wij zaten op u te wachten, heren. Wij zijn zeer vereerd dat wij u mogen ontmoeten, majesteit. En uit naam van iedereen wil ik u bedanken dat wij hier nu in uw land mogen blijven. Nee, u hoeft mij niet te bedanken. Iedereen die tegen Dolf in opstand komt is welkom hier. Mijn land is ook voor de democratie. En zojuist is jullie koning hier ook gearriveerd. Majesteit... We wisten niet dat u hier was... Maar waarom? Ik kan het niet geloven. Rangpang, Poen, wat ben ik blij jullie weer te zien. Toch is het zo, Poen. Dolf kwam naar mijn paleis en toen... Majesteit, ik wil het niet horen. Het kan toch niet waar zijn? Majesteit? Ah, dat is een tijd geleden, hè, Alfred? Ik wilde u laten weten, majesteit. Ik had u nog niet verteld dat ik het geld dat u mij heeft terugbetaald... naar Zonder Waterland heb gestuurd. Wij schamen ons nog altijd diep, hè, Poen? Ja,
Ik heb Alfred ook al mijn excuses aangeboden. Vertel eens, wat was er dan gebeurd? Ik had geld geleend van Alfred en ik bleef de terugbetaling maar eindeloos uitstellen. Oh, ik begrijp het. Het spijt mij dat ik te laat ben, majesteit, maar ik heb zojuist nieuws over ons buurland ontvangen. De regering van Dolf heeft een nieuwe wet afgekondigd. Volgens die wet moet iedereen die geen lid is van de Nationale Kraaienpartij de helft van zijn bezittingen afstaan aan de regering. Wat? Dat is verschrikkelijk. Ik heb van mijn leven nog nooit zo'n belachelijke wet gehoord. Ik denk dat er dieren hier tegen in opstand komen. Dit kunnen ze niet toelaten. Precies. Ik heb gehoord dat sommige burgers tegen de nieuwe verordening zijn. Maar zij maken een grote fout. Zij moeten wel erg gehecht zijn aan wat zij bezitten. En als ze zoveel houden van hun bezittingen, dan hoeven ze alleen maar bij de Kraaienpartij te komen. Want, zoals jullie weten, hoeft iedereen die lid wordt van de Kraaienpartij en zichzelf wijdt aan onze politiek, niets van zijn bezittingen af te staan. Dolf is rechtvaardig. Het schijnt dat Dolf eigendommen met geweld afneemt. Men zegt dat er in het land een heleboel schermutselingen aan de gang zijn. Dat is begrijpelijk. De regering moet een grote hoop geld aan het verzamelen zijn. Dat staat vast. Wilt u iets zeggen, majesteit? Nou, toen de koninklijke familie in financiële moeilijkheden kwam, leende ik geld van Alfred. Maar ik kon het hem niet terugbetalen. Dat was nogal pijnlijk. Maar tegelijkertijd leerde het mij iets. Namelijk, geen enkele koninklijke familie kan regeren zonder haar financiële zaakjes goed te regelen. Ik ben het volledig met u eens, majesteit. Datzelfde geldt nu ook voor Dolf. Met het geld van zijn erfenis richtte Dolf een politieke partij op en trok een heleboel leden aan die hem een heleboel geld betaalden als contributie. En door zijn steeds toenemende rijkdom kon Dolf aanpappen met rijke mensen. Is het niet zo? Ja. Zo is het inderdaad gegaan. De macht van Dolf is afhankelijk van het geld dat hij heeft. En hij weet dat hij nog veel meer geld nodig heeft om door te kunnen regeren. En daarom heeft hij die beruchte wet afgekondigd, moeten jullie weten. Om zo nog veel meer geld te krijgen. Dat is heel slim van u, majesteit. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen hier het volkomen met u eens is. U bent trouwens wel een heleboel veranderd, majesteit. Wie, wat, ik? Hoezo dan? Nou, vergeef me mijn vrijpostigheid, maar u bent echt veel volwassener geworden. Ik heb de laatste tijd veel meegemaakt. Ik ben het helemaal met u eens, majesteit. Dolf moet al het geld dat hij verzameld heeft ergens in het paleis verstopt hebben. Voor zover ik hem ken, wil hij dat geld continu zien. Als de oppositie in het land steeds sterker wordt tegen hem, dan kan hij niet meer zoveel geld verzamelen, nietwaar? Huh? En als zijn geld allemaal weg is, dan kan hij geen kant meer op. Want zonder geld is hij nergens. Knalgoed. We moeten eerst te weten zien te komen waar hij al zijn geld verstopt heeft. En dan pakken we hem alles af. Dat is de enige manier, denk ik. Dat denk ik ook. Ik stel voor dat één of twee van jullie teruggaan naar je land om dat te doen. Ik doe dat wel. Maar jij staat als eerste op de zwarte lijst van de Kraaienpartij, Alfred. Voor jou is het nu nog erg gevaarlijk. Nou, Olly, het kan voor iedereen gevaarlijk zijn. Ik ga met je mee, hoor. Kolonel. Het gaat wel goed als wij twee kunnen samenwerken, hè? Kerel? De aartsbisschop? Staat de kerk dan toch aan onze kant, Gep, hè? Uitstekend. Laat hem wachten in de salon en zeg hem dat ik kom zodra ik klaar ben met eten. Ja, meneer. Wacht eens even. Meneer? Ik vind niet dat u de aartsbisschop vandaag moet ontmoeten, president. Waarom niet? Weet u nog wat hij gezegd heeft? Hij schat u in op uw hoeveelheid geld. En nu wil hij vriendschap met u sluiten, omdat uw overwinning zeker is. Ja, die is zeker, maar je weet het maar nooit, hè? Ja, dat weet ik. Dus we moeten hem vandaag de rug toedraaien en onverrichter zaken weg laten gaan.
Maar men zegt dat ze onze kant zullen kiezen. Nou, president, het zijn grote opportunisten. Je weet maar nooit of ze onze kant zullen kiezen als de koning ooit weer aan de macht komt, hè? Dat zal echt nooit gebeuren. Oh, het spijt me, president. Je weet maar nooit. Maar als de koning weer aan de macht komt, dan zal de aartsbisschop ons verraden. Dat weet ik zeker. Juist, ja, heel goed. Ik stuur hem weg vandaag. Eén dezer dagen komt hij wel weer terug. En dan kunt u hem ontmoeten. Hij zal dan toenadering zoeken. En ik stel voor dat u hem dan wat geld geeft. Natuurlijk in de vorm van een donatie. En dan zal de kerk, tenminste de aartsbisschop, onze medestander zijn. Dag! Ik had nooit gedacht dat we terug zouden gaan over dezelfde rivier. De hele grens is gesloten. Dus dit is de enige manier. Oh, hola. Zo. Oh. 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 Oeps. Wat is hier nou aan de hand? Er zijn overal soldaten van de kraaienpartij. Ze zijn op hun hoede voor opstandjes. Dat is niet zo goed voor ons. Zo komen we nergens. Wat doen we hier nu aan, kolonel? Zo kunnen we nooit dicht bij het paleis komen. Help! Ik verdrink! Hey. Help! Hey. Het komt daar vandaan. Help! Hey, jongen, hierheen! Hey, jongen, kom op nou hierheen! Volhouden! Ik kom eraan! Ja, ja, ja. Kom op, jongen, niet opgeven! Oh. Hé, hey, kom terug, hé, hey, hé! Hey. Hé, hey, kijk! Hey. Ja, laten we achter ze aangaan. Trekken we op deze manier niet veel meer de aandacht? Ja, daar ben ik ook bang voor. Maar we hebben geen andere keus, hè? Niet meer. Wat moeten we nou doen? Gewoon blijven doorlopen, Alfred. Bij de volgende hoek. Meneer, meneer, bent u van de kraaienpartij? Jazeker. Ja, ja, ja. La, 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 la. Wat gebeurt er daarachter? Moeilijkheden, kolonel. Oh, Dolf is rechtvaardig. Ja. Hé, hey, wacht eens! La, 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 la. Oh. Kolonel? Wat doen jullie nou? We hebben echt geen tijd om met kinderen te spelen. Nou, schiet op jullie! Oh? Zijn jullie vergeten dat alle leden die het paleis gaan bewaken zich moeten verzamelen op het stadsplein? Huh? Zijn jullie soms ook vergeten waar we samenkomen? Het plein is die kant op! Huh? Oh. Dolf is rechtvaardig. Dolf is rechtvaardig. Weg met Dolf. Weg met Dolf. Weg met Dolf. De aartsbisschop, opzij jullie! Ja.
spijt me dat ik u heb laten wachten, monseigneur. Dat geeft niet. Ik weet dat u een druk bezet man bent. Aan de voorkant van het paleis is het een beetje vol. Ja, er is voortdurend een blokkade. Dat komt door die nieuwe wet, denk ik. Het is echt een doeltreffende wet. En het is begrijpelijk dat er verzet tegen is tot op zekere hoogte. Maar die wet is niet van toepassing op de kerk. Ik hoop dat u zich daarvan bewust bent. Ja, natuurlijk. Onze kerk heeft het erg moeilijk. Daarom krijgt u van ons een gift van 1000 goudstukken voor uw kerk. Is dat werkelijk zo? Ik ben namelijk voor de kerk. En dus willen we dat u ook voor onze partij bent. Maar ik weet niet... Praat u alstublieft met deze man hier. Hij is verantwoordelijk voor onze financiën. Hij zal u het geld vandaag geven. Soms is hij ongelukkig, ontzettend ongelukkig.